Sander, gefeliciteerd. Na de wedstrijd was de ontlading groot. Dit zijn echt drie heerlijke punten, hè? Ja, dit zijn drie heel belangrijke punten. En ja, zoals je ziet, de ontlading was zeker groot. En ja, ik denk ook niet dat het echt onverdiend was. Het was misschien moeilijk voetbal op dit veld, maar ik denk met onze strijdlust en zo hebben we toch voldoende werk geleverd. Wel lekker dat het ook een keer mee zit dan, hè? Ja, zeker. Het heeft niet altijd meegezeten dit seizoen. Dus ja, het valt mooi in elkaar vandaag. En voor jou als verdediger ook belangrijk, een clean sheet. Zeker, ja, dat geeft ons ook weer vertrouwen toe naar de volgende wedstrijden. Maar ik denk toch dat het heel belangrijk is voor onze aanvallers dat ze toch dat doelpuntje meepikken. En ja, ik ben er heel blij mee dat we als team onszelf vandaag kunnen belonen. Hoe ging jij de laatste minuten in? Dacht je nog van, we gaan nog over de streep trekken? Ja, zeker en vast. Ik denk niet dat we nog echt in de problemen waren gekomen. We wisten dat ze veel meer druk gingen zetten met lange ballen en zo. Maar ik denk dat we het allemaal goed hebben opgelost en dat we met z'n allen gewoon hebben gestreden voor de drie punten. Na het doelpunt komt het hele team bij elkaar. Het teamsgevoel zit wel goed dus. Ja, het teamgevoel zit goed. We weten in welke situatie we zitten. Het is geen makkelijke situatie, maar ja, we moeten aan elkaar blijven hangen. En we moeten het met elkaar doen. Dat is het belangrijkste, dat we samen blijven. En zoals je vandaag ziet, is de ontlading groot en dan geniet iedereen er ook van. Vorige week werd het nog 0-5 tegen Willem II. Natuurlijk de koploper van de competitie. Vandaag tegen een directe concurrent. En dan vanaf van tevoren zegt iedereen, dit moeten drie punten worden. Dat dan ook zo uitpakt. Is fantastisch, toch? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat vorige week eigenlijk een misstap was. Ook al is het de koploper, we mogen hier nooit met 0-5 van afgaan. Maar ik denk dat we ons vandaag, zoals ik zeg, goed hebben herpakt. En goed als team hebben gewerkt. En echt gestreden hebben om die drie punten hier te houden. En hoe was het in de kleedkamer de afloop? Ik zag veel glimlachen op het veld. Veel mensen die elkaar van de knuffel gaven van blijdschap. Hoe ging daar naartoe? Ja, een leuk muziekje erbij en dan worden er wel sommige dance moves in de kleedkamer losgegooid, zeker. Ik zie je lachen, heb je die ook? Nee, ik kijk vooral. Daar geloof ik niks van. ja, dan moet je zelf eens naar de kleedkamer komen. Volgende keer zijn we erbij op de volgende drie punten. Dankjewel Sander. Ruud, waar het meerdere thuis dus wel eens een keer niet mee zat, zat er vandaag wel mee. En wat levert dat een heerlijk gevoel op, denk ik. Ja, zonder meer zijn we al wedstrijden geweest dat we 1-0 verloren en tegen de verhouding in. Nu heb je 1-0 gewonnen, dat is een goed gevoel. Ja, zeker in de eindfase als je dan de goal maakt, dus euforie. Zat ook druk op, je moest ook winnen, vond ik. Tegen een, als je van die plaats af wil komen, maar dat is zeker zo. En van wel dat zij eerst al zeker betere mogelijkheden hadden, maar goed, het gaat om de wedstrijd winnen. Ik betrapte jou op een hele grote glimlach na afloop en die is terecht, denk ik. Ja, zonder meer. Die jongens werken hard. Op een gegeven moment, tweede helft, kregen we veel meer energie. We waren in staat om wat beter te gaan voetballen onder een moeilijke omstandigheid in het veld. Maar je kan alles erbij halen. Het gaat erom dat je dat geloof hebt. En, toen werd het een wedstrijd. En als je hem dan 1-0 wint, dan is dat heel lekker. Absoluut. Je bent ook zeer tevreden, ook naar de jongens toe, denk ik. Na vorige week helemaal. Ja, we hebben natuurlijk het een en ander gedaan. We hebben 7 posities gewijzigd. 4 andere erin. Dat is ook even wennen. Zeker na de debacle van vorige week. Tegelijkertijd een nieuwe speler. Ik denk dat hij zich heeft laten zien. Hij is in ieder geval niet bang, want hij gaat volle duel in met de keeper. Waardoor Kostas goed afmaakte de 1-0. Prima. Hoe was jouw ontlading naar de 1-0? Ja, ik stak mijn handen in de lucht, maar ik ben met name blij voor de jongens. Omdat het natuurlijk zeker... je had andere verwachtingen vorige week. En dit is lelijk winnen. Maar uiteindelijk... laat ons zomaar eens even 7 wedstrijden zo winnen. Lelijk winnen is toch heerlijk? Jawel, maar het moet niet op toeval brussen, zeg ik altijd. Ik denk dat we beter kunnen. Maar ik heb wel het idee dat we nu in staat zijn om stappen te gaan maken. Ja. Het fijne daarin is wel dat de frustratie die misschien eerder was als je 0-1 thuis verloor, dat die nu gewoon weg is en dat je hem gewoon in de laatste minuut over de streep trekt. Ja, en ook kan verdedigen, moet je niet vergeten. Zij brengen alles in, maar dat hebben we goed gedaan. En, ja, iedereen heeft daar zijn steentje bijgedragen en dan ben je heel trots en ook naar je supporters toe. Want ja, dat is niet altijd even makkelijk. Nou oké, laat ons ervan genieten. En helaas hebben we nu een lange week. Daar baal je een beetje van, dat we de dupe zijn van helaas de bekerwedstrijd van Cambuur. Dat we pas maandag over een week daarheen moeten. Maar oké, eerst maar genieten. Kunnen we langer genieten. Voordat je gaat genieten, heel even één dingetje over hebben. Jullie houden ook de 0 vandaag en dat is ook een groot compliment, denk ik. Ja, zeker vorige week was het behoorlijke gatenkaas. En dan heb je het over het hele team. Kan je wel denken naar de laatste linie. Maar Willem II is een ander kaliber. Hou je de 0. Is goed voor de keeper. Is goed voor Mike. En ook wel voor het team. En een aantal hebben daarin best wel een voldoende gescoord.
Eerst zelf vond ik ons apathisch in het verdedigen. Tijd om te gaan genieten, Ruud. Dankjewel.